Hier begon ik in 1975 met mijn eerste klasje. Ik was hier 20 jaar oud. Na 45 jaar bij dezelfde school gewerkt te hebben, stopt juf Anneke met lesgeven. Het is een half eeuw eigenlijk bijna. En dat is natuurlijk gigantisch. En ja, het voelt echt als van dat ik hier een stuk geschiedenis ben. Een lopend geschiedenisboek, zo voelt het eigenlijk. Nou ja, het is sowieso in deze tijd wel heel bijzonder, denk ik, dat iemand bij een en dezelfde werkgever blijft, zeg maar, op dezelfde plek. Waarom heb je 45 jaar op dezelfde school les gegeven? Het is eigenlijk wel zo gelopen, want ik woon in Alkmaar, dus ik had eigenlijk wel dichterbij gewild. Maar er was best wel veel werkloosheid in het onderwijs, dus toen ben ik hier blijven hangen. En ja, eigenlijk werd het hier steeds leuker en leuker. Ze geeft al zo lang les dat ze nu zelfs een dochter van een oud leerling in de klas heeft. Hier zie je Marion toen en hier zie je Marion nu. Haar eerste dochter had ik in de klas, Maartje, die lijkt sprekend op haar, die zou hier zo kunnen zitten. En nu zit Lieke in de klas. Dus dat is natuurlijk heel leuk, de tweede generatie. Ja, zeker. Ja, ik vond het ook heel leuk dat mijn dochters nu nog juf Anneke hebben. Ja, die ik dus ook heb gehad. Ja, dat is heel leuk. Juf Anneke is altijd hartstikke lief. Hè? Dat zei jij ook al. Ja. En dat vond ik ook. En nog steeds. Hè? Ja. Ik vind juf Anneke nog steeds een lieve juf. Ja. Ze was mijn eerste juf. Ik vond haar heel erg lief. Ik vind het toch ook. En ik kreeg de eerste diploma van veterstikken van juf Anneke. Altijd super spontaan en lief gewoon voor iedereen. En als er iets was, kon je het altijd wel vertellen. In de 45 jaar dat ze les geeft, zijn er een aantal dingen veranderd. Maar toch blijven er ook dingen hetzelfde. Ik lust wel een chocolade en een banaanijsje. Het is misschien bijzonder om te horen, maar eigenlijk werkt het nog steeds hetzelfde. Je hebt een band met ze opbouwen. De grens net aangeven voordat ze die overgaan, zodat het net lijkt alsof het allemaal gewoon vanzelf goed gaat. Dat is eigenlijk de kunst. En dat het sfeervol is en dat ze gewoon weten waar ze aan toe zijn. En dat werkt nu nog zo. Dus ik vind er niet veel aan veranderen. Mensen blijven mensen, kinderen blijven kinderen. En eigenlijk is dat natuurlijke proces nooit veranderd. Het lesgeven op zich is wel veranderd. Eerst was het gewoon toch vooral klassikaal wel en zo. En zo had je dat ook echt geleerd. Maar het begint steeds individueler geworden. Meer in kleinere groepjes en zo. Dus dat is wel veranderd. Steeds meer naar het kind gericht. Dit is mijn laatste schooljaar. Het lijkt alsof ik een gat in de lucht spring van eindelijk mijn laatste jaar. Maar eigenlijk vind ik het heel erg jammer dat het mijn laatste jaar is. Dus het is eigenlijk uiterlijke schijn. En hier mijn laatste weken. En eigenlijk weet ik niet stoppen met plezier hebben in het vak. Ik hou plezier in mijn vak, maar ja, je moet een keer stoppen. En 2020 is daar wel een mooi jaar voor. Eigenlijk wil ik me gewoon nooit stoppen. Het is een leuk ritme en die kinderen blijven altijd leuk. Elke dag is anders. Nooit weet ik van tevoren hoe een dag loopt. En dat vind ik nou het leuke hiervan. En dat zal ik wel heel erg missen. Dat is eigenlijk iets, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat het zo zal zijn. Als je het filmpje leuk vond, dan kan je een berichtje sturen naar juf Anneke. Ja.